Hallo, lieve mensen. Nou, dus via mijn telefoon. Ik heb even geprobeerd via de laptop en mijn camera. Maar op het moment dat ik live wil gaan, dan krijg ik zwart beeld. Alles werkt tot het moment ik het knopje indruk, live gaan. Goed. Dan wil ik natuurlijk eerst wel even weten of er mensen online zijn. Heb ik mensen die op dit moment even met mij meekijken. En ik heb wel natuurlijk mijn laptop aan, zodat ik eventueel reacties die ik nu niet kan zien, want ik zie helemaal niks, misschien daar kan kijken. Oh ja, daar ben ik. Grappig, hè? Kan je zelf gewoon zien. Dus je kan vragen stellen. Heel belangrijk. Heb jij vragen over hallo Ellen. Heb je vragen over de dingen die ik vertel? Hallo Martijn. In mijn filmpjes heb je vragen over van alles? Daarvoor ben ik even online om jullie van antwoorden te voorzien. Ik heb niet alle antwoorden hoor. En we weten ook niet hoe lang dit lukt. Hebben jullie allemaal mijn filmpje gezien over de horeca? En dat als ik horecaondernemer zou zijn, ik een tijdslot aan een bezoek zou koppelen. En ik denk dat dat ook gewoon moet gebeuren. Dus vragen, opmerkingen, ik hoor ze graag van jullie. Ik was vanmorgen even bij de bloemist, even een bloemetje kopen voor in huis. En daar was ook aan het praten met een andere klant. En zij verwachten ook dat dit nog best wel lang gaat duren. Ja, want sommige dingen kunnen we gewoon optellen, hè? Daar hoef je niet zo slim voor te zijn, dat kan je gewoon optellen. Hoef je ook niet helderziend voor te zijn. Dat voor sommige zaken het echt nog heel lang duurt voordat dat überhaupt terugkomt. Hallo Annette. Nou, de kappers mogen, maar ik heb 23 mei pas een afspraak. Dus jullie moeten nog even tegen me aankijken. Op deze manier. Nou ja, het valt mee, hè? Kijk, ik doe het niet voor mijn grijze haren. Mijn zusje jaloers. Nee. Dus ik heb een aatje naar mijn Peppe. Die had ook eigenlijk geen grijze haren tot hoge leeftijd. Zo heel oud is helaas niet geworden. Mijn andere Beppe wel. Die is oud geworden met heel veel grijs haar. Maar nou, Beppe Klaske had dat niet. Nou, ik ook niet. Dus hebben jullie vragen over van alles? Want ik vertel altijd van alles in die filmpjes op YouTube. En jullie kunnen natuurlijk nu rechtstreeks even commentaar leveren. Vraag maar voor het vaderland weg. Heerlijk. Ja, dat is ook fijn, hè? Nou, ik ga straks ook nog, als het goed is en het wil, een filmpje maken voor Lumeria Winkel met nieuwe producten. Mijn man is afgelopen maandag weer naar zijn eigen kantoor gegaan. Hij hoorde verder niks van de baas, maar hij zei: ik ben er wel klaar mee. 2 maanden thuiswerken. De computer die staat de hele dag op de tafel. En nou, er is niks aan. Ik mis hem wel, want hij wil lunchen samen en zo. Oplaadkaart komt straks ook in het filmpje in de winkel. Onbeperkt. Dat is economisch niet handig voor mij. Eigenlijk zou ik moeten zeggen, je kan hem 2 keer gebruiken, moet je nieuw kopen. Maar dat is niet zo. Onbeperkt. Dat is ook zo met de bloem van het leven. De kaarten is dat zo. Nou, wat valt jullie op? Want dit is natuurlijk een Lumeria filmpje, niet een Lumeria winkel filmpje. Het is misschien een beetje verwarrend. Maar, hoe gaan jullie om met de corona? Met mondkapjes, met de conspiratietheories, die arme dokter die heeft zoveel, die dokter Prins, die heeft zoveel. Straks, Annette, op de Lumeria winkel ga ik daar allemaal antwoord op geven. Als we nou kijken naar de filmpjes die ik doe, dit is dus van Lumeria, dit is dus mijn ja,
een positief filmpje, wereldse gebeurtenissen. Ik vertel jullie iets over hoe ik de wereld zie, hoe ik daarover denk. David Icke is hier en daar van Facebook en YouTube verdwenen. Als mensen verdwijnen van Facebook of van YouTube, of je kan berichten niet meer vinden, dan moet je eigenlijk een beetje nagaan of daar niet echt een beetje meer waarheid in zit. Of ze niet bang zijn dat de waarheid verteld wordt. Die beste longarts, Prins, die had een heel mooi filmpje gemaakt, wordt ook nog echt gedeeld. Alleen hij heeft het op Instagram, heeft hij eigenlijk een excuses gemaakt dat hij het allemaal een beetje anders bedoelde. Hij heeft dus gewoon op zijn flikker gehad. En zijn familieleden zijn bedreigd. Het verbaasde mij al dat hij dat zo dapper kon doen. Beetje jammer dat hij over de 5G begon, hoorde ik op een groep. Maar dat hoort er wel allemaal bij. Die 5G is niet fijn hoor. Ik weet niet of ze hier in het noorden zijn nog niet zo heel veel masten. Maar begin van de nacht was er ook een energie waardoor wij beide heel onrustig waren. En het echt wel tot 2-3 uur duurde voordat we in slaap gevallen zijn. Dus er gebeurt in de wereld heel veel. En het draait niet alleen om corona, het draait niet alleen om 5G, het gaat om het hele plaatje. En ik heb een lieverd op mijn Facebook persoonlijke lijn te zitten. En die wordt er ook een beetje moe van, al die filmpjes. Alleen, zij heeft corona gehad en ze is nog met het herstel bezig. En weet je wat het dan is? Dan is alleen die focus op die corona. En dat moet niet. Dan word je verblind door alleen de corona. Nou, als je dan gaat onderzoeken, dat is wat ik tegen jullie zeg, hè? Ga het onderzoeken. En je moet naar het grotere plaatje zien. Ik heb jullie ook gezegd, wees als Gandhi, vrede, rustig, vanuit vrede protesteren. Mensen die mij echt kennen, die weten dat ik heel passioneel kan demonstreren, heel fel erop in kan gaan. Maar dat kan nu niet. Dat is te vroeg. Daar is het nu de tijd nog niet voor. Als je dan denkt, het is te vroeg, het is al 3 maanden bezig. Nou, we moeten eerst wel 5 jaar bezig zijn. Dat zijn hele andere tijden. Het is belangrijk dat je begrijpt dat dit niet met een jaar over is. Ook niet met 2 jaar. Wat de mainstream media ook heel graag wil, is dat er een discussie op gang komt. Eigenlijk promoten ze wel het anti-vaxxers etablissement. Dat willen ze eigenlijk een beetje groot maken. En wij helpen ze mee. Als je dus zegt, ik wil niet gevaccineerd worden. Goed zo. En daarvoor ben ik dus. Om jullie erop te wijzen waarom dat gedaan wordt. Het wordt gepromoot. Ook al is op de televisie te zeggen, ja, die antivaxxers, dat kan allemaal niet, en het is allemaal goed, en het is allemaal onderzocht. Eigenlijk willen ze in de hogere lagen heel graag dat jullie gaan demonstreren tegen de 5G, tegen vaccinaties, in opstand komen. Want dan heb je de opstand namelijk al gehad. Dan heb je die boze energie er al uit. En je weet wie tegen is en wie voor is. Ik kan een onderscheid maken. Hey, die groepen. Oh, die mensen horen bij die groepen. Nou, zo wordt er een algoritme gemaakt. En er worden groepjes gemaakt van mensen die potentieel rebellen zijn. Ja, dit gaat pas over 1 jaar of 5 kan echt verzet in Nederland pas ontstaan. Omdat er eerst nog hele andere dingen moeten gebeuren. En dat is niet leuk, maar zo is het wel. Het is nu nog, dat voel ik ook steeds, het is nu nog niet de tijd om te protesteren, want het helpt niks. En er zijn heel veel mensen die zeggen, ik ga me niet vaccineren. Dat zijn de mensen die als allereerste in de rij staan. Waarom?
Omdat je, en dat merk je nu al, Bill Gates heeft dat ook verteld, de ongekroonde koning van de wereld op dit moment. Bill Gates heeft dat ook gewoon vermeld. Je kan niet meer reizen zonder een vaccinatiepaspoort. Ja, dan zeg je, dan ga ik niet meer reizen. Mijn moeder zei dat ook heel dapper, van nou, ze is geen vaccinatie voor mij. Ja, dat kan je wel zeggen. Maar op het moment dat jij dus geen toegang meer hebt tot de gezondheidszorg, tot jouw financiële gebeuren, dat je geen belastingaangifte mag doen en geen belastinggeld terugkrijgt als jij geen vaccinatie hebt, zover komt het. Dus wacht het eerst maar af wat er gaat gebeuren. En als ze binnen een jaar een vaccin hebben, dat betekent dat het al geruime tijd klaar stond om te gaan gebruiken. Ook het HIV-virus is allemaal gemaakt. COVID-19 is gemaakt. Nou, daar zijn we wel over uit. Zelfs Trump is daarover uit dat dat allemaal gemaakt is. Alleen, hoe gaan we nu verder in die toekomst? En ik begrijp het wel dat mensen heel erg in verzet willen. Dat is ook goed voor een volk. Alleen, je moet nu heel erg oppassen wat je zegt en hoe je het zegt. Want je kan het wel fatsoenlijk doen en dat mis ik heel erg. Vanuit fatsoen, vanuit woorden, motiveren waarom je iets wel of niet wilt. Het is belangrijk. En vaccins zijn vanuit hun grondbeginsel prima. Het is alleen jammer dat de farmaceutische industrie zoveel negatieve stoffen erbij gedaan heeft, dat ook van de BMN-prik is bewezen dat daar autisme sneller van kan geactiveerd worden. Dus heb je het al in je genen, dan kan door zo'n BMR-prik het autisme erger worden of zich openbaren. Wat anders misschien een slapend gen zou zijn, is door het BMR-vaccin ook dan geactiveerd. Is bij Julius ook gebeurd. Onze zoon heeft autisme, een zware vorm van autisme. Maar als je hem zou spreken, sommigen van jullie kennen hem, dan zeg je, nou, dan keer helemaal niks aan. Is niet een Rain Man. Dustin Hoffman autist is een heel ander soort autist. We horen ook dat heel veel filmpjes en groepen vertellen over dat de hoge heren en dames heel graag willen dat de wereldbevolking afneemt. Dat kunnen ze niet doen door heel veel mensen plotseling te laten overlijden. Dan hebben ze, het is subtieler. Als ze nou via vaccins, die ik ook mijn kind gegeven heb, nu zou, als ik nu een kind zou krijgen, kreeg ik mijn kind onder geen beding vaccins. Niet deze die er nu zijn. Maar, Julius heeft wel gekregen. En heel veel met ons. En wat blijkt, via die vaccins kun je mensen wel steriliseren. Kun je mensen er wel voor laten zorgen dat ze geen kinderen willen of kunnen krijgen. Ook het baarmoederhalskankervirus vaccin wordt daarvoor gebruikt. Die technologie is al zo ver. Als je een dochter hebt, zou ik er heel goed over nadenken of je later oma wilt worden of opa wilt worden. Of dat je je dochter laat vaccineren. Eigen keuzes. En daardoor, kijk, je moet niet boos worden als iemand wel een vaccin. Nee, mijn kleinzoon krijgt ook vaccins. Klaar. Is niet anders. Maar moet ik niet raar verstaan te kijken dat hij straks eigenlijk een homootje is. Of dat hij denkt dat hij een meisje wil zijn. Dat allemaal. Dus ga maar eens kijken wat er ook gebeurt in de wereld. En dan moet je het grote plaatje bekijken. Niet het kleine plaatje. Wat vinden jullie daarvan dat ik dat zeg? Want ik zie weer geen. Ik zie wel wie er allemaal kijkt, maar ik zie geen reacties. Dus ik weet ook niet of er reacties zijn. Hartstikke goed, Diana. Kan jij in ieder geval oma worden?
Dus dat is wel een probleempje. En alles heeft met elkaar te maken. Dat moet je onthouden. Het is niet alleen. Het is niet alleen. Wat er speelt nu. Het is. Oh, geeft niks, Benno. We hebben nog niet echt heel veel belangrijke dingen besproken. Behalve het vergaan van de wereld. Jullie zijn, ik zie al een aantal namen ertussen. Ook iemand heeft mijn chatbericht gedaan. Waarin ook jullie vragen. Die vraag krijg ik regelmatig. Hoe ga jij hiermee om als lichtwerker? Wat maakt jou een lichtwerker? Iemand die probeert de kosmische energie hier op aarde te verspreiden. Het licht te verspreiden. Dus als Gandhi. Dat is mijn motto. Niet gaan schreeuwen. En hoe ga jij ermee om dat al die duistere zaken gebeuren? En ik zal even dat ene chatbericht erbij pakken, want ze had het heel mooi verwoord. En ik heb dit van meerdere gehoord. Daar heb ik ook het stukje over eenzaamheid over gemaakt. Wacht even. Goedemorgen, Klaske, zegt ze. Het is weekend, sorry. Geef niks, je mag in het weekend. Als ik niet wil reageren, reageer ik niet. Dus maakt niet uit, ook al is het midden in de nacht, dan slaap ik. Nou, dan lees ik het de volgende dag. Je hoeft nu niet te reageren, maandag is prima. Moet het even kwijt. Maar hoe blijf je staande in deze wereld met leugens enzovoort? Je werkt, leeft met engelen. Hoe hou je die twee in balans en hoe blijf je positief, schrijft deze mevrouw. Ik vind dat wel een dingetje. Ik ben op de hoogte van energetisch werk en zie wel wat de bedoeling van energetisch werk is. Maar dat donkere stuk vind ik lastig. Hoe doe jij dat? Daarvoor zijn we hier. Daarvoor zijn wij hier op aarde. Om, en soms hoef je niet eens het werk te doen, maar ben jij gewoon een lichtbaken die er mag zijn. Ik zie onder jullie een aantal, dan denk ik, jullie hoeven alleen maar te zijn. Dat is meer dan voldoende. Door te zijn straal je je licht uit en zal je ook je licht in de wereld laten schijnen en die duisternis laten verdwijnen. Alleen dat duurt een paar jaar. In het proces van de aarde waarin de aarde nu zit, kan je vergelijken met het proces waarin de aarde zat voordat Atlantis verging. En het zit in de evolutie van de aarde. Dus ik kan er ook niet voor zorgen dat het weggaat. We kunnen het niet wegtoveren. Het is gewoon weer de cyclus van de aarde. Als je nagaat vanaf, nou, bijvoorbeeld Jezus, toen Jezus geboren was, zijn profetieën hier op aarde aan ons deelde en daarna terug naar de hemel ging. Hemelvaartdag volgende week. Als je vanuit die filosofie kijkt, maar ook als je kijkt vanuit die tijd, hè, het jaar nul tot aan nu. Als je dan ziet, dan is er in iedere 100 jaar is er wel zo'n probleem geweest. En nu is het probleem natuurlijk groter en intensiever. Maar het is 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ophield. Dat was eigenlijk het grootste, laatste wereldse gebeuren waardoor de wereld anders eruit keek. Dan weten jullie, ze zijn het er niet mee eens. Want je moet gewoon. Ik heb hier ledlampen, ik heb hier mijn computer, mijn verbindingen aan. Alles luistert en kijkt mee. Nou ja, als je het daar niet mee eens bent, dan moet je ergens in de outback van Australië gaan wonen. En dan nog kunnen ze je vinden. Dus accepteer het. Accepteer het en vanuit acceptatie kan jij gelukkig zijn. Als jij gelukkig bent, dan ben jij een baken van licht. Daar is niet tegen te vechten. Dat kunnen ze niet onderuit halen. Als jij een baken van licht bent,
En dat ben jij. Want jij bent een menselijk wezen en jij kan onderscheid maken in goed en kwaad. Dan ben jij een menselijke kaars, een menselijk baken van licht. En samen zorgen wij ervoor dat die duisternis verdwijnt. Alleen, wij kunnen pas het licht waarderen wanneer die duisternis weer is geweest. Zo werkt het gewoon. Dat hebben wij, jullie en ik, al eeuwen gedaan. Eeuwen. Gelukkig hoeven wij dit niet in één leven te doen. Dat hebben we al vaker gedaan. Dus hier komen wij ook weer doorheen. Maar dit is wel die tijd waarin we een hele grote verandering gaan zien. En wij kunnen nu niet haastig in verzet komen. Het duisternis moet eerst als een puist groeien, zodat het etter eruit komt en wij als lichtwerkers wormpjes zijn om het op te vreten en het te verwerken en het te genezen. Dat duurt gewoon heel lang. Nou, wat ook de wereld nog uit moet. Ja, hartstikke goed, Jannie. Super. Wat ook de wereld nog uit moet, is dat wij moeten. Wij moeten vliegen. Wij moeten naar het buitenland. Wij moeten dit en we moeten dat. We moeten helemaal niks. De kunst is dat je, en dat hebben heel veel mensen ook wel geleerd, als je op jezelf bent aangewezen en je bent thuis in je huiselijke omgeving, als je daar gelukkig kan zijn, dan is eigenlijk alles al goed. Dus, hebben jullie vragen hierover? Vertel eens. Want ik kan wel, ik kan wel preken op. Ja. Ja. Tevreden, zeker, gelukkig vind ik lastig. Ja, wat is geluk? Ja, nou dat je tevreden is al heel wat. En ik snap dat wel bij jou, Benno. We krijgen allemaal ons ding op ons pad en toch is het belangrijk om vooral in deze onrustige tijd te proberen om gelukkig te zijn in de momenten die wij hebben. Dat is belangrijk. De regering die helpt niet echt mee om ons gelukkig te maken en te houden. De regering vindt ons maar heel vervelende gepeupel. Ik heb eergisteren geprobeerd met het SVB te bellen. Dat lukt dus niet. Of je moet geen internet hebben, dan moet je een telefoonnummer inspreken en dan bellen ze je terug. En anders, dan mag je gewoon door de corona geen contact meer opzoeken met overheidsinstellingen. Is niet alleen met de SVB zo. Dus, onze maatschappij zoals we die kennen verandert. En het wordt er niet altijd even makkelijk op. En dat kan je geluk ook in de weg staan. Alleen dat moet je dan zo los kunnen laten, dat op het moment je koffie drinkt met je zoon of met jouw lieverd, dat je op dat moment gelukkig bent. Het moment dat mijn man thuis komt, dan ben ik gelukkig. Dan denk je, oh, hij is er weer, wat fijn. Ja, tevreden zijn is al een gevoel van geluk. En als je nou denkt van, ik ga er gelukkig van worden. Wat anders door. Ik moest even. Maar geluk is heel betrekkelijk. Als je dan denkt van, ik wil mijn geluk wel kopen, dan ga je gewoon voor de COVID-19 een donatie doen. Ja, slim is iets anders, hoor. Ja, dat is echt wel iets anders. Ja. Nou, dat. Nou, precies.
Ik heb net met mijn zoon even een heerlijk broodje gemaakt. Ik had de boodschapjes gedaan en ja, dat is ook geluk. Ah, wij zijn allemaal bakens van licht, maar omdat wij zulke gevoelige mensen zijn, is het natuurlijk ook zo dat wij heel veel negativiteit binnenkrijgen. En wat ik ook zeg is: hou dan even een YouTube of een Facebook pauze. Ik las ook van iemand die, dat was op een groep. En dat was niet gericht voor mij om een reactie te doen. En ik wou een reactie doen en toen was dat bericht weggehaald. En hij had hele negatieve reacties gekregen. Ik kon het bericht nog lezen. En waar ging het over? Het ging over het volgende. Dit was een man en die was bezig om te ontdekken, follow the money, wat ik altijd zeg, wie Bill Gates is, waar COVID-19 vandaan komt en hoe de grote boze wereld werkt. En dat wil hij graag met zijn partner delen, met zijn vrouw in dit geval. Ik zeg heel vaak partner, want ik bedoel, ik weet nooit of je een man of een vrouw hebt, dus daarom zeg ik met je partner. Dat is handig, toch? En maar als je het aan kan, dan is dat prima. Maar goed, deze man die had dus een probleem, want zijn partner kon niet mee met het wakker worden. En toen kreeg hij het advies om van haar te gaan scheiden. Jongens, het geluk zit in jou en de partner die jij hebt. En als jouw partner echte liefde is, dat als jouw partner niet mee kan met het wakker worden, jij je partner laat slapen. Omdat al het andere wat jij in je partner ziet, dat jou gelukkig maakt. Ik heb gelukkig een partner waarbij wij op één lijn zitten. Wij stimuleren elkaar en wij remmen elkaar soms ook af. En ik kan met de gekste dingen kan ik over praten. En gisteren zat ik wat Bijbelse dingen even te zien. En Peter zat wat andere dingen te zien. En dan zegt hij ook van, oh, dat of dat. En dan hebben we het daar even over. Over die vaccinaties en dat daardoor en zoveel genderfluid is. En dus dat is gewoon fijn dat Peter en ik dat kunnen delen. Ik heb een vriendin die haar partner kan dat niet. Net zoals bij deze man op die groep. En zij vindt het heel moeilijk. Zelfs als ze in huis zit, vindt zij het ook moeilijk om dan een filmpje te zien. Want je gaat in een bepaalde energie zitten. En ik heb haar ook geadviseerd. Neem maar even een Facebook en een YouTube pauze. Want je partner is jouw geluk, die moet je koesteren. En als ze dan op van dat soort groepen gaan zeggen: ga maar scheiden, dan denk ik: waar ben je mee bezig? Die man die is bij die partner omdat hij van haar houdt. Omdat ze heel veel dingen kunnen delen, maar dit stukje even niet en misschien helemaal nooit niet. En misschien nu op dit moment eventjes niet. Dus. Nou, dat is wat ik dan lees op die groepen. Ga dan maar bij haar weg, want je moet wakker worden. Nee, net zo min dat ik moet alleen poepen en plassen. Zegt mijn man altijd. Maar dat zou hetzelfde zijn dat ik een kindje van de Heer moet zijn om in de hemel te kunnen komen. Dat hoeft ook niet. Dus in die groepen is ook veel angst. Je moet wakker worden. Je moet beseffen wat er gebeurt. Nee. Nee. Straal je licht maar uit en dan komt het ook allemaal goed. Alleen, het komt niet binnen 3 maanden goed. Het komt niet binnen een jaar goed. Daar hebben wij 5 tot 10 jaar voor nodig. Dat verzet komt nog wel. Alleen het verzet moet eerst rustig.
Niks moet. Alles mag. Dus hoe ga ik daarmee om? Met de engelen, met het licht, met alles om mij heen. Stapje voor stapje. Heel bewust. Heel bewust kijken. Wat doe je? Hoe kan ik? Nou, zoals ik ermee omga. Ik maak dus voor jullie elke dag positieve filmpjes. Met een apart filmpje over de wereldse gebeurtenissen. Dus dat betekent dat jullie zelf een keuze kunnen maken in hoeverre je wakker wilt worden. Want die wereldse gebeurtenisfilmpjes, daar zeg ik ook, neem je de rode pil of neem je de blauwe pil. En soms is het beter om niet wakker te worden. Dat is gewoon soms veel beter. Want om wakker te zijn, kost heel veel energie. En je kan niet meer gaan slapen. Want je ziet te veel. Als wij Trump nu zien, dan zien wij een hele andere persoon. Er is een heel mooi interview van Trump opgenomen bij het monument van Lincoln. Lincoln is een van de presidenten die doodgeschoten is om zijn standpunten. Net als JFK, die wou de Illuminati ontmaskeren en daardoor moest hij ook dood. Reagan wou ook bepaalde zaken ontmaskeren. Nou, die heeft ook een moordaanslag gehad. Heeft hij overleefd? Trump, nou, die is gevaarlijk bezig. En van Trump zien wij alleen wat de mainstream media ons wil laten zien. Alleen als je dan verder zoekt, dan zijn er hele bijzondere dingen die hij doet. Dus ik ben ook benieuwd hoe... Weet je, dat is ook een nieuwsgierigheid. Het is ook interessant om te zien wat die politiek doet en hoe de politiek doet en waarom de politiek doet. Miranda zegt dat ze zich heel erg gaat irriteren aan het supernegatieve. Ja, en dat is dus eigenlijk ons baken van licht ook. Dat wij moeten proberen om dat om te draaien. Het omdenken. Dat is... want dat blijft. Dit is lange termijn planning, hè? En... dus dan moet je eigenlijk ook even kijken van wat moet ik even niet meer doen. Zodat ik me kan opladen en beter tegen die negativiteit kan. Als je zwarte stenen draagt, dan filter je ook die negatieve energie een beetje. Dat is belangrijk. Dus ja. We moeten een beetje mee in het spel van de maatschappij. Dat kan niet anders. Ja. Nou, ik hoop dat jullie hier iets aan hebben. Dan ga ik afsluiten. En dan morgen weer een positief filmpje. Heb je vragen? Stel ze even niet onder dit filmpje, maar dan even op mijn pagina onder... ik heb een berichtplaats waarmee je vragen kan stellen daaronder. Dan kan ik het makkelijker weer vinden. Want ook later zie ik onder de live filmpjes niet altijd de reacties of vragen. Je mag ze ook chatten. Ook via de WhatsApp mag je doen. Blauw, we hebben een discussie gehad op een groep over kleuren. Heel leuk. Blauw is veiligheid. Dus ik heb ook blauw met zwart aan. Theo, het is ook heel belangrijk om soms even niet, even geen informatie, even lekker de kop in de wind en een paar dagen geen informatie te zien. Nou, graag gedaan. Dat is wat ik jullie geef. Elke dag een positief berichtje. Het was deze week, waren het korte filmpjes, had ik wel gemerkt. En ik doe dat vanuit mijn gevoel. Dat horeca-filmpje van vandaag was wel heel belangrijk. Dus ga dat nog even kijken. Ik heb net contact met een horecazaak. Gaat een hotel wat ik geboekt had voor Castlefest, wat niet doorgaat. Ik moest bijna 700 euro betalen voor de reservering.
En ondanks dat er coronamaatregelen zijn, mag ik wel annuleren, dan moet ik 70% van het bedrag betalen. Dan denk ik, ja, dan gaan wij daar wel, dan stuur ik mijn jongens wel naar het hotel toe, maar denk erom dat daar niet gegeten wordt. Ja, dan kunnen ze het ook krijgen. En ze zullen ook echt never nooit niet een positieve referentie van mij krijgen. Dan doe ik liever nog geen referentie dan een positieve referentie. Als je in deze tijd weigert om een annulering te doen omdat Kazelfest niet doorgaat, mijn inkomsten gaan niet door, en je eist van mij dat ik 70% wel betaal, nou, dan vind ik jou heel dapper als horecaondernemer. En zal ik nooit een positief woord over zo'n horecazaak verspreiden. Ik zou ook geen negatieve dingen doen, maar jullie zien vanzelf foto's dat wij daar zijn. Want ik had nog tegen Peter gezegd, dan gaan we gewoon een paar dagen lekker motorrijden. Nou, ik denk dat we dat alsnog gaan doen. Ik ga niet 70% annuleringskosten betalen. Ja, dat is echt schandalig. Schandalig. Dan denk ik, ik snap het wel. Maar je kan ook, ik had best wel €200 willen betalen. Maar ik ga niet 70% van €600 betalen. Dat doe ik niet. Dan ga ik nog wel daar naartoe. Dan slaap ik daar wel. Maar eten en drinken, nou, ze verdienen niks aan mij. Oh, wat erg, hè? Oh, mijn ware aard komt boven. Oh, wat erg, hè, jongens? Ja. Oh, goed zo, Theo. Ga lekker koeien kijken. Ja. Ja, ik wil hier nog... We zijn... Wanneer was dat? Zaterdag? We hebben een heel moe stuk gereden op een motor. En toen dacht ik, oh, dat natuurgebied wil ik even met de auto naartoe. En met mijn grote camera naartoe. En even mooie foto's maken. Maar het is mij te koud. Dus, nou. Ik ga nu afsluiten. Dag allemaal.